Oh mijn god, ik viel bijna van mijn stoel. Welkom dames en heren bij een nieuwe plotwereld. Hallo. En we zijn natuurlijk in game. Kijk eens, in Minecraft. In de plotwereld in de Crea, in Droomkraft. Het is wat. En we zijn bij het volgende plot aangekomen van VL Boy. Hij heeft een plot aangemeld via de website van droomkraft.nl/VIP. En ik ben dit keer helemaal in mijn uppie, maar we zijn vaker alleen. En nou, meestal de laatste aflevering zijn we wel vaker met een groepje of met een andere persoon zoals Rens of Brian of noem maar op. En ja, dit keer ben ik gewoon een keer alleen. Goed, we hebben een bouwer genaamd Super Tin. En we hebben Joren de Buin. Mini AC zegt, mama, ik ben op YouTube. Hij weet dat ik aan het opnemen ben, die aap. De directeur is VL Boy, samen met mededirecteur Foxyboy 700. En de crew is Koelkast Boy. Oh, heeft Rens gewoon meegeholpen, dat is grappig. Hier hebben we een speelhal in aanbouw. Oké, het is dus een plot wat nog niet helemaal af is. Maar wat er af is, we hebben in ieder geval 3 achtbanen en een dark ride. Dat zei hij via de mail. Dus vandaar, dat kan je er ook bij zetten. Ik heb hier een ticket. En die ticket, die kan ik dus gebruiken. Wat een rotzooi hier trouwens. Kan ik hier in? Nee. Het is gewoon voor de sier is er een deurtje neergezet. Oh, hoi Vincent. Het plot is nog niet vol, want door de bomen en gebouwen past er niks meer bij. Hè? Je kan er ook slopen en zo. Maar goed, oké. Sorry voor dit, maar maak er wel een leuke video of een leuke dag van. Groetjes VL Boy. Nou, ik ga zeker een leuke dag van maken. Dit is een soort van een Main Street-achtig, denk ik. Zo'n lang pad, weet je wel. En hier is een eerste attractie. Zullen we er gewoon ingaan? Uitgang. Ingang. En dit is de Atlantica. Status geopend. Nou, we gaan eens even kijken. Hier een beetje zigzaggen. Het is een hangattractie. Waterval aan en uit. Kan ik hem serieus echt uitdoen? Oh, wat grappig. Kijk ook hoe snel dit gaat. Het gaat ook via een soort van piston, zie je dat? Oh, wat grappig gedaan. Oké, okay. Alleen voor evacuatie of technische storing. Een span 1 car, hoppakee. En wat is dit? De lampen van de show aan en uit. Alleen voor ontruiming of technische storing. Ik vind het origineel gedaan. Oké, okay, hier komen de karretjes. En ik denk dat hij die kant op gaat. Althans, dat hoop ik. En dan gaan we kijken of dit nou de dark ride is of een monorail. Of we gaan het gewoon wel zien. Ik heb in ieder geval een ticket. En de beugels gaan dicht. En dat betekent dat wij kunnen vertrekken, dames en heren. Ik ben erg benieuwd. We gaan over het water heen met een aantal toortjes voor wat sfeerlicht. Hè? Dat hebben ze altijd erin. Ik mis misschien nog wat slaps, maar ik ben altijd wel de goede Rick. Dus dan help ik hem altijd een beetje. En dan maak ik wat slaps. Zo. Hier en daar. Slaps. Daar nog wat. Zo. Voilà. Oké. Okay. We gaan door een soort bos heen. We gaan naar boven. Dit is leuk ingericht. Misschien een beetje simpel. Als ik eerlijk ben. Ik mis toch wel wat meer decor en zo. Misschien... Oh, daar heeft wel een pinguïn. Oké, okay, dat is leuk gedaan. Op een soort van verhoogde troon. Of is het een gebouwtje? Ik denk het wel. Kijk, hier komen we in een wat grotere omgeving. Misschien had je nog wat van die custom bloemetjes kunnen maken. Of wat bosjes hier en daar nog. Maar op zich oogt het wel een stuk beter dan de vorige scène. Leuk ook dat je hier over een soort van pad heen gaat met een brug. Oh, dat vind ik leuk. Een hangbrug. Kijk, hier is het wat meer gedecoreerd. Dat vind ik wel leuk. Misschien had je nog wat chesten en wat crafting tables erachter kunnen doen. Of wat boekenkasten. Die werken altijd. En dit vind ik leuk. Een gebouwtje in de hoek. Met een mannetje die staat voor het glas daar een beetje te kijken. Dat is leuk gedaan. En dan gaan we hier door een soort van natuuromgeving. Er staat iemand achter de waterval zelfs. En we komen bij de volgende scène. Ja, we hangen even vast, maar we gaan door. En ik zie dat daarboven ook nog een rails loopt. Het zou leuk zijn als daar een karretje langs kwam. Misschien dat het met een soort van redstone effect... Ja, dat er iets werd gespand en naar links en rechts ging. Of van rechts naar links in dit geval. Maar er gebeurt niks. Oké, en nog een brug. En er staan 2 mensen op, een zombie en nog iemand die onthoofd is. Hartstikke gezellig. En dit was de Dark Ride. Nou, is dat wel leuk in elkaar. Ik vond ook leuk die ondersteuning... de ondersteuning om te laten hangen natuurlijk, realistisch genoeg. En de lampen stonden aan van de show. Super tof. En ik denk dat we hier worden eruit gezet en dan kunnen we door de uitgang. Nou, ideaal, leuk watervalletje. Nou, hoppakee, die hebben we gehaald. Het is inmiddels donker geworden. Wat hebben we nog meer? We gaan naar de volgende attractie. Is dat dit? Is dit een achtbaan of zo? The Old Mine. Klinkt als een achtbaan. En als ik kijk, dan is het volgens mij ook echt een achtbaantje. Dus ik ben weer reuze benieuwd.
kijk eens, dit vind ik leuk gedaan. Hij heeft gewoon wat blokken gemaakt als decoratie hier zo. Misschien had je toch nog wel wat meer met slabs kunnen werken. Dat je echt een beetje dit idee krijgt, zeg maar. Zie je het? Dat maakt het toch wel heel anders weer. En misschien had je ook nog die stoompilaatjes kunnen gebruiken. Dat je in ieder geval wat variatie hebt. Zie je het? Dat maakt het wel leuk. Zo, hier een paar en daar. Zie je het? En je had hier ook een gat in kunnen maken. En dan zou je iets van dit kunnen doen. Zie je het? Heel simpel. Misschien hier op deze manier. Zie je het? Dan heb je wat gaten erin. En hier ook. Dat zou je makkelijk kunnen doen. Moet je kijken. Het is, in een paar seconden is het gemaakt. Het is gewoon een kleine tip zo. Hoppakee. En daar had je misschien dat kunnen opvullen of zo. Zoiets als dat. Of zoiets. Misschien daar. En dat je dan hier verder weg kan kijken. Zo. Kijk eens. Dit oogt al wat beter, vind je niet? Hartstikke leuk. Zo, hier kan je kijken voor wat watervalletje. Oké, hier komen we aan bij de ingang. En wat is hier? Max 1 car. Nou, het is mooi dat dit plot echt voor één persoon is. Voor één opname. Want dat niet iemand apart in een karretje of een inrangeerknop moet drukken. En dat je dan, weet je wat, dat je met z'n tweeën moet bedienen. Dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon lekker in je uppie dit doen. Oké, dit wordt de achtbaan. En we gingen keihard naar de optakeling. En allemaal van hier zo'n trappetje heeft hij gemaakt aan de zijkant. Nou, dat is leuk. We kunnen nu een beetje uitkijken over het plot. Nou, je ziet al een beetje wat darkrides daar. Nog een achtbaan. Leek een beetje op de Lost Gravity. En wat junglebomen heeft hij toegevoegd. Alleen, hij zei dat hij geen plek meer had. Maar kijk eens, een heel open grasveld daar. Oké, we hebben een bocht. Nog een daling. We gaan bijna tot de bodem. Hè? Om het zo te zeggen. En dan zijn we een soort van treintje. Zie je? Dan gaan we door. Wow, dit is cool. Lekker airtime tussendoor. Hopsakaas. Onder die boogjes door. We hebben een stukje darkride hier. Oh, dat is leuk. Gaaf, kijk nou. Dat heeft hij leuk gedaan. Misschien weer wat slaps, hè? Zo, dan gaan we naar boven. En dan komen we aan bij het station. Pas op. Blokrem. Stap niet uit. Oh, dat is leuk gedaan. Ook leuk met die kleurtjes op die bordjes. Oké, dat was een leuk achtbaantje. Gewoon lekker simpel, maar wel gewoon vermakelijk. Dat is ook belangrijk. Dat het gewoon dat iets vermakelijk is. Ik zal eventjes het weer overdag maken. Dat we even wat meer zien. Dan gaan we naar de uitgang. Zo, en dan komen we beneden aan. De volgende attractie is de Foxybaan. De status is geopend. En wat staat hier? Stap pas in als de trein stil staat. Dat zal ik zeker weten doen. De Spandercar. Oké, we gaan dus niet instappen. We moeten netjes wachten tot het helemaal stil staat. En dat is op dit moment. Oké, gaan we een keer achterin. Dat doen we ook niet veel, hè? Hoppakee. Oh, was dit? Dit was voorin. Oké, excuus. Kan ik nog uitstappen? Ik kan nog uitstappen. Oh, volgens mij heb ik het iets verkeerd gedaan. Excuses. Kan ik nog... Ja. Hij gaat. Nee, hij gaat niet meer. Ik heb iets gedaan. Sorry. Wacht. We gaan nog gewoon even opnieuw inrangeren. Dat komt helemaal goed. Let op. Dan zeggen we Train Destroy. Zo. En dan doen we Spankar. En dan wacht ik even netjes. Zo. En dan ga ik helemaal achterin. Oké, ik weet nu zeker dat dit achterin is. Oké, we gaan niet voor de attractie staan, maar dan kan je instellen met bordjes. Dat als je dan het karretje raakt, dat hij niet de trein helemaal naar achter botst. Dat kan je maar instellen ook. Zo, ik gooi die slap weg, die hebben we niet meer nodig. Leuk weer die trappetjes. Die heeft hij elke keer erin, maar dat is leuk. Een beetje zijn eigen stijl dan, hè. En bovenaan gekomen is het denk ik wel de hoogste attractie van het hele park. Ik denk het wel. We komen bijna net zo even hoog als het torentje, zie je dat? Met allemaal vines die erop groeien. Het lijkt net onkruid. En daar gaan we. Wow, flinke snelle daling. We gaan echt heel snel door de looping. Een bocht. En dan komen we bij een, volgens mij weer een looping. Inderdaad, het zijn twee grote loopings. Heb ik het goed? Ja, volgens mij twee loopings al. Oké, een bocht. Gaan we hier onderdoor. Leuk onder die ondersteuning. Hoppakee. En we komen aan bij de remmen. Jammer dat hij dat redstone hier buiten heeft gemaakt. Dat had hij misschien een beetje kunnen afdekken. Maar het was wel een hele toffe attractie. Leuke. Oh, ik word hier... Ik stapte hieruit. Dat is niet zo handig. Maar ik vlieg gewoon lekker hier naartoe. Kijk eens. Oké, dan komt het volgende. Dit is echt een druk plot. Maar wel leuk. De boomstamrivier. Kijk, daar hou ik van. Een boomstamrivier. Dat zie ik heel graag. Dat doen mensen heel weinig, vind ik. Maar als ze het doen, ben ik altijd wel heel enthousiast. Oké. Wat staat hier? Max 2 karretjes. Span de car. Kijk eens. Een echte boomstamattractie. Zal ik weer even achteraan zitten? Ik had net zo naar mijn zin. We gaan gewoon weer achterin. Oké. Het is voor mij wel een kleinere attractie. Maar wel heel tof dat hij... Gewoon echt een boomstamrivier. Gewoon gezellig. Oké, we gaan langs een soort fontein. Niet zo heel veel decoratie. Dus we moeten echt een beetje kijken naar de fontein, zeg maar. Ja. Oké, heb ook wat glowstone erin gedaan voor wat licht. Allemaal redstone weer buitenom. Beetje gevaarlijk. Hè?
Oké, okay, krijgen we onze eerste afdaling. Met een splash. Hoppakee. Dat was niet echt een snelle splash. Maar wel gezellig. Oké, okay, dan krijgen we nog een stukje teaming. Het zijn een soort rotsen, denk ik. Rots en rotsen. En hier heeft hij een fonteintje gemaakt. Leuk, leuk, leuk. En dan krijgen we hier een splash. En dan komen we langs een watervalletje. Hartstikke gezellig. En dan komen we hier weer bij het station. Ik vond hem wel heel leuk. Oh, wat staat daar? Huis nummer 2. Hij heeft wel wat decoratie gemaakt daar. Hij heeft gewoon huisjes gemaakt. Huis nummer 1. En zoals die huisjes heeft hij een soort van... Dat je net ziet dat er wel een trapje omhoog gaat, maar dat is gewoon decor. En hier heeft hij wel wat decor gemaakt. Oké. Jammer dat dat niet voor de rest in de attractie te zien is. Dat je zeg maar gewoon... Je pakt gewoon deze twee objecten. En je doet gewoon een beetje hier. Dat je dit een beetje doet of zo. Hier zo. Hoppakee, maak het uit joh. Gezellig. Kijk, gewoon een beetje aankleding is dat hè. Hier bijvoorbeeld wat. Zo, kijk eens. Ook gewoon wat gezelliger, denk ik. Goed, voor de volgende keer. Als je nog een plot gaat maken misschien. Oké, wat krijgen we hier? Dit is volgens mij een schommelschip. Dat had hij in zijn mail gezegd. En dit is de houtzagerij. Kijk, we kunnen even kijken. Daar heeft hij wel een poppetje neergezet. Medewerkersingang. Nou, in ieder geval, ik ben geen medewerker. Wow, wat gebeurde daar met mijn boer? Pardon bij deze. Wat is dit? Spankarretje. Nou ja, ik hoef niet per se hierin te gaan. Ik bedoel, het spreekt van zichzelf. We gaan op heen en weer. Ik wou op en neer zeggen, maar het is heen en weer. En ja, een watervalletje. Leuk gedaan. Misschien wat slaps bij de rotsen. Wat krijgen we nu? Want volgens mij is dit nog een dark ride wat daarin zit. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wat is dit? Status de Death Town. Of Death Town. Dit is een spookhuis. Oeh. En ik merk dat ik zeker de... Resuspec niet aan heb gezet. Maar ik denk dat het wel heel handig is. Want die posters zien er nu wel wat enger uit. Dan de Droomkraft posters. Oeh. En dit vind ik ook wel spannend. Hier is een stukje rails. Oeh. Dit is zeker een spookhuis. Zo, ik moest hem even aanduwen. Want anders kom ik niet bij het station. Maar dat geeft niet. Hoppakee. Het is gewoon gefixt. Voor alles is een oplossing. En dan gaan we vooraan. Kijk eens. Hoppakee. En ik hoop dat hij automatisch start. Want ik heb niet echt iets gezien. Maar we gaan eens kijken. Oeh, het is al erg donker hier trouwens in dit spookhuis. Oh, ik ga even... Mijn headset is helemaal niet op mijn hoofd. Misschien zijn er wel hele enge geluiden. Ik hoor altijd mijn karretje. Terwijl dat altijd uitstaat natuurlijk in de resource pack bij ons. Oh, we staan stil hier. Wow. Oké, zijn het grafkisten? Of grafstenen bedoel ik? Wow, het licht gaat aan in één keer. Wow, het is een achtbaan, een soort van, denk ik. Wow, het is gewoon een achtbaan geworden. Cool. Een stuk darkheid en dan gewoon nog een soort King Daka idee. Oké, we gaan langs bossen. En de achtbaan is ook groen. Zodat het heel weinig niet echt opvalt. Maar ik had niet verwacht dat dit een achtbaan ging worden. Kijk eens. En hier is ook de uitgang van de attractie. Oh, pak weer een blokje op. Hoppakee. Nou, we gaan eens verder kijken. Want ik denk dat er nog meer is. Wow, er is nog iets. Zet je Minecraft op Moody. Nou, weet je wat? We zijn zo lekker bezig. Ik gooi hem gewoon lekker op Moody. En dan zet ik ook gelijk maar de resource pack weer aan. Want dat heb ik dus niet gedaan. Hoppakee. Droomkraft. Zo, dat is de goeie. En door die Terra Swoop Force gooit hij elke keer mijn Droomkraft texture pack eruit. Dat is best vervelend. Maar ja, nou goed. Ik heb hem nu weer opgelost. Dit is voor mij wel een soort spookhuis. Dit ziet er echt heel tof uit. Wow, Rip Koelkast Boy. Oh, met een pistool. Wat ligube hier in één keer. Dit vind ik gaaf. Hij heeft van die soort van vlaggen gemaakt. En dan kan je doorheen als een soort van doeken. En dit ziet er echt heel creepy uit. Allemaal bloed hier. Oké, daar staat een skeletje. En hier komen we in de volgende kamer. Allemaal zwarte doeken. Kan ik hier achter eens kijken? Wow, een torch. Oké, we gaan hier doorheen. En hier is een soort van... Ik weet het niet. Misschien dat je handen kan wassen daar. En we gaan hier doorheen. Het is echt een heel erg creepy sfeer hier eigenlijk. Met een soort tv waar Ratatouille af wordt gespeeld. Met twee antennes. Twee antennes, dat is al heel erg eng. En we gaan hier naar buiten. En is dit een doolhof? Oh jongens, wordt dit een doolhof? Dit wordt grappig, denk ik. Oké, allemaal plates. En wie weet gaat er ineens een hard geluid afspelen. Dat kan altijd. Dat hadden wij vroeger wel eens gehad. En is dit serieus het einde? Oh mijn god, ik heb het gewoon gehaald. Echt heel vet. Je had misschien nog wat boomiel kunnen neerzetten, zodat er wat meer gras in de omgeving kwam. Ja, je hebt je plot niet heel erg afgewerkt. Als ik heel kritisch ben, vind ik het ook een beetje kaal. En ook toch wel een klein beetje saai. Want ik heb natuurlijk wel heel erg grotere, mooiere plots gezien. Maar... ik vind hem wel leuk bedacht. En het was zeker niet slecht. Dus ik ben zeker niet negatief. En sowieso
vond ik de afwerking ook heel tof. En volgens mij ben ik daar binnen nog niet geweest. Ik weet niet of dat kan, want het ziet er zo leuk uit. Ik ga eens kijken. Misschien is het gewoon alleen decor hoor. Oh ja, het is gewoon voor de buitenkant. Nou inderdaad, het plot is nog zeker niet af. Maar er zijn wel dingen die wel af zijn gebouwd. Want er staat daar geen ingang, alleen medewerkers. Nou, ik ga even stiekem kijken wat hier is gebouwd. De stroomkast. Oké, dat is wel leuk gedaan. Nou, prima. Dit was het plot van VL Boy. En je weet het, aan het einde van de aflevering doen we altijd even een gouden blokje op de naam. Zodat we weten dat we het hebben opgenomen en dat je het ook hebt verdiend. Dus VL Boy, bedankt voor het aanmelden van je plot. Wil je ook een plot aanmelden, dan kan dat natuurlijk via droomkraft.nl/VIP. En als je dan de goede coördinaten of je goede Minecraft naam invult en je hebt een plot gebouwd dat van jou is, laat het zeker weten in het formulier. En dan ga ik hem opnemen voor de volgende plotwereld aflevering. Er zijn ook wel wat plotwerelden al eerder aangemeld. Dus het kan ook even duren voordat jouw plot wordt opgenomen. Bedankt voor het kijken in deze aflevering. En tot de volgende week. Want we zijn weer terug met een nieuwe plotwereld. Doei doei!